Season Troopers en welkom terug bij Natije, waarschijnlijk de eerste video weer. Ik weet niet of Finn al geüpload heeft, want Finn is terug. En dan moeten we natuurlijk wel iets spectaculairs doen, want ik speel vandaag Arceus. We gaan inbreken in de gevangenis en vastzitten en dan weer ontsnappen. Ik ben benieuwd wat jullie verwachten. Als je Arceus hebt gespeeld, dan weet je het vast wel, stelt niet veel voor. Zou je denken. Allereerst ziet het eruit alsof het gigantisch moeilijk is. Mooi niet. Ik ben hoog level. Tegenover hun de bek nog. Hey mevrouw. Hop, 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 hop. Lieve neer. Eerst gaan we wat mensen vermoorden, want dat is natuurlijk altijd leuk. Dan krijg je eigenlijk al helemaal geen XP meer. Toch, ik vermoord iedereen. En dan ook nog ergens zo'n boss battletje rond. En als ik die nou pak wanneer iedereen erbij in de buurt staat. Wat ik niet ga doen, wel boeit me niks. Daar rent iedereen op me af. Ja, die is wel een mooie. En loopt er veel in de weg. Nee, doe je dat niet? Kijk, simpel. En naar stom ijs. Simpel zat, kijk. Strafzwakkelingen. Maar we gingen natuurlijk de gevangenis in. Dat is niet zo moeilijk. Ik vind het gewoon leuk om die kwart uit te schakelen. Niet de bedoeling van het spel, maar het doet gewoon. Hop. Dood. Just simple as fucking. Zo'n soort PvP skills heb ik niet eens. Maar ik heb wel het idee alsof het PvP gedoe van hun niet goed is. Hop. Had je niet verwacht. Niet eens gezien wie je hebt gedood. Nou, helemaal geweldig. Toch. Die uitschakelen. Kijk hoe leuk het is om mensen te vermoorden. Het kan gewoon heel leuk zijn. Het hoeft niet heel leuk te zijn. Kan wel. Gewoon zo. Makkelijker kan ze misschien een damage doen. Boeit mij niet. Hey, four-fingered pen. Hij loopt niet slap of zo. Is wel sterker. Lever. Prison. Oh ja, de prison van DDG, maar dan beter. Nee, tegenovergestelde. Ja, dan gaan we hier staan. Hij ratten. En dan gaan we. Nee, kijk. En oh mijn god, daar loopt iemand. Zie je dat? Zullen we daar eens even op gaan schieten? Hopelijk komt er niemand de deur dicht doen, maar we gaan in ieder geval schieten. Laten we het zo proberen, dan krijg ik meer range. Oh nee, het werkt niet. Godzie mij, nee. Kom hier, het is te ver weg. Nou, er komt nog niemand, dus ja. Oh, kijk wat ik trouwens een mooie helm heb, joh. En een aparte broek, ik heb een hele rare combinatie trouwens. First person. Kom, 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 kom. Oh god. Nee, ik ben van het raam afgesprongen. Dat is even één. Ik doe het erin. Nee, stomme rat. Jij loopt ook. Heb jij de deur dicht gedaan? Nee, wat doe jij hier? Heb jij de deur dicht gedaan, stomme betovenaar? En nu een tutorial hoe je ontsnapt. Nou, je bent in de gevangenis. Loop hier net dit stomme. Nee, je kunt ook dit doen als je tips wil. Dan doe je F, maar ik heb ik al. Krijg je dit mooie. Bloody note with your first, met je eerste step touch. Ik weet nog niet of het weer betekent, eerlijk gezegd. Zal je vrijheid vinden? Nou, ik weet niet hoe je freedom wil vinden en daar ben ik nou ook helemaal boos op. Ik moet lekker voor dood. Freedom. En dan gaan we Manx weer vermoorden, want ja, je ziet dat hier heel veel vrouwen lopen. En die krijgen gewoon altijd kinderen. Dat heb ik met Finn verzonnen. Dat die gewoon altijd kinderen krijgen. Dat is heel raar natuurlijk. Maar die noemen gewoon altijd Manx. En die ziet telkens hetzelfde uit. En dan springen wij weer uit het fort. Oh, eerst jij weg. Schakelen we uit. Dan gaan we piraten zoeken, jongens. Auw. Gaan we naar de piraten? Gaan we teleporteren naar de piraten? Crescent Rome. Ik kom er niet meteen, moet een klein stukje rijden, maar dat keer. Ik heb
genoeg Hereafterstone. Hi man. Kom je ook even langs? Wie is dat? Geen idee. Wie weet of het vindt. Ik heb echt geen idee. Zou die ook op taal wegsprongen? Nee, het sprong niet. Dan gaan wij weer uit de poort. Dan gaan wij door de poort. Dan moeten we een stukje zwemmen of zo, weet ik veel. Ik weet de weg niet precies. Gewoon een stom scheepsvlak. Nee, dan moeten we hierheen. Een stomme arme slobbenwijk heen. Stomme zaadjes en zo. Koele hond. Nog een koele hond. Nog even andere honden. Ze zien hetzelfde liedje. Kippen die overal los rondlopen. Iedereen slacht de kippen af. Doei! Dan gaan we hier door de gate. Komen we in een mooie haven. En ik heb ook een mooie guild samen met Finn. Dat is helemaal geweldige guild. In die guild, daar wil ik jou heel graag in. Zolang je me serieus neemt en ons helpt. Kan jij in die guild komen? Wat moet je doen? Ik speel op Archaids op de server Dahuta. In Europa uiteraard, want ik ben een Europeaan. Dus voor jullie als jullie Noord-Amerika spelen. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ik ben Europees, simpel wat. Dan moet je... Ik heb het liefste dat je iemand van de Nuyen faction kiest. En dat is de elf. Of de Nuyen zelf. Gewoon zelf. Als je die joint, dan hoor je meteen bij mij. In faction, qua faction. Dat is het land waar je in woont. En waar je bij hoort. Maar je kunt ook bij de Harani. En dat houdt in de Veren of de Harani. Zelf natuurlijk weer. En dan moet je... Nou ja, even, ja, weet ik veel. Post sturen, ik heet Merk. En dan kun je bij de Warriors of Arcus komen. En dan kun je met mij, Finn en Stijn Rick and Games en een broertje van Finn. Stijn is trouwens mijn broertje. Kun je af en avontuur gaan en zo. We zijn net begonnen met de guild, dus we kunnen goed mensen gebruiken. En laten we eens kijken in dat scheepsvlak, want ik weet zeker dat ik iets kan vinden, maar ik heb het nog niet gekeken. Ik ben heel benieuwd. Kill the broken wing butterwood mercenaries. Boeiend. Het is... Ik sta op 75% van level 21. Daar ga ik helemaal niet door. Laten we op wrakje kijken. Ik staat goud. Dan ga ik goud meenemen. Ik zweer. Zou bijna wel moeten dat we daar iets kunnen pakken. Zou cool zijn. Ze zijn wel slim gestrand trouwens. Het ziet eruit alsof ze donders goed wisten wat er zou gebeuren. Ze varen recht op het land af, zodat ze naar dat kanon toe gingen en toen zijn ze neergeschoten. Toen deden ze heel zielig en liepen ze niet naar het land, terwijl het gewoon kon. En deden ze alsof ze in gevaar waren, zelfs de piraten. Explore the wreck in Moonswept Bay. Ik vind het helemaal geen leuke plek hier. He's away. Wat kan ik hier mee? Kan ik echt helemaal niks mee. Dan gaan we nu de Blood Hand Duelist. Jij wilt duelleren. Dat klinkt echt nog even. Dat lijkt me gelijk aan Harry Potter denken. Hé, hey, Blood Hand meneer. Jij kan heel goed duelleren, wat moet ik zeggen. Mag niet meer. Heb jij iemand vermoord? Dat vind ik niet kunnen. Ik ga jou ook vermoorden, zin in. Hidden quest, ik word. Ik krijg niet XP van jullie donderstenen. De Blood Hand Captain. Ik wil eerlijk vechten met zo'n sterke man. Twee kleine pijltjes. Heel lelijk. Zo, jij bent sterk. Hey Charger. Hey Blood Hand Charger. Een lookout. Ah, dan moet ik wel een archer gevecht mee doen hoor. Kijk, ik heb veel... Jee. Ik wil ook een eerlijk gevecht mee doen. Het is helemaal hartstikke eerlijk, want ze zien me gewoon niet. Dan heb je de captain weer, die is gespawned. En help je captain dan. Ik moet zeggen, hij ziet er sterker uit dan de rest. Overwhelm!
Gewoon dat we nu alleen gewone pijltjes gebruiken, dat was zij. Nou, nog steeds. Ze gebruikt geen gewone pijltjes, maar doet dat ook niet. Hé, hey, wie is dat? Is dat een lookout? Staat ver weg. Goede manier om dood te gaan. Ver weg staan van je vriendjes. Weet je wat ik ook niet gebruik? Jongens, regel even een leger. Ik schiet jullie nou stuk voor stuk dood. Met een boog. Een ijzeren boog. Dus ik ben geen elf. Yeah. Boeit mij dat ik gepoisoned ben. Kijk hoe leuk. Een commander. Een medic. Een medic die is hier om te healen. Niet om mensjes te vermoorden. Dat moet je wel even weten. Je hebt gigantisch veel in. Kijk even dat je het weet. Het ziet hier al verkeerd uit. Wat een dom man is dat. Zag wat. Hij zag gewoon hoe iemand werd afgeslagen en dan bleef hij gewoon wachten. Zo leuk om jullie te vermoorden, jongens. Maar goed, ik denk dat ik de video ga beëindigen. Jullie hebben gezien hoe leuk het is om gewoon domme mensen te killen in dit spel. Kijk, zoals deze. Oh god, die heeft meer leven dan de rest, blijkbaar. En dan deze duelist dus er weer af te slachten. Moet je wel iets hoger level zijn. Dan moet je wel level 10 of zo zijn om deze te vermoorden. Dan moet je voor die andere level 15 zijn, daar in het kasteeltje. En dan moet je gewoon vechten. En deze wil ik gewoon met gewone pijltjes killen, want dat is gewoon simpel. Bedankt voor het kijken. En ik ben een Loempia. Ik heb een mooi schild, vind je niet? Ben ik er wel mee eens. Ik vind mijn schild helemaal geweldig. En mijn helm is niet passend, maar dat is toch net nieuw. Latters!